Hoi allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. Of eigenlijk meer, ja, het is meer een combinatie video vandaag. Ik ben een fan van een heleboel dingen. En een van de dingen waar ik een fan van ben is feesten zoals Halloween. Ik vind verkleedfeesten en feesten waarbij je kunt versieren. Het is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Nou heb ik een 3D printer en die kan je soms inzetten bij dit soort dingen. Ik heb een verhuurbedrijf zelf en wij verhuren onder andere een rookmachine. En daar kun je hele leuke effecten mee bereiken. Het effect wat je zojuist in de intro gezien hebt en straks aan het eind nog een keer te zien hebt, dat noemen ze eigenlijk een rookgordijn. Ja, een rookgordijn, dat kun je natuurlijk heel breed zien, maar in dit geval is het echt een soort gordijn. En stel je voor, jij bent in een huis. En je wilt dat als je dat huis uitkomt, dus door de deur loopt, dat je dan vanuit de rook verschijnt. He? Ziet er natuurlijk prachtig uit natuurlijk. Nou, dat is waar ik me vandaag op focus. Wat we daarvoor nodig hebben, we hebben net gezien hoe dat eruit ziet overigens. He? En wat we daarvoor nodig hebben, dat ga ik je even laten zien. En daar zijn een aantal 3D geprinte zaken bij. Dus laat me heel eventjes de video stopzetten en omdraaien, zodat we kunnen gaan zien wat we nodig hebben om dat te bereiken wat we daar aan het begin gezien hebben en wat we aan het eind nog een keer te zien krijgen. Het eerste wat we nodig hebben is natuurlijk een rookmachine. We zien hier die rookmachine staan. Die rookmachine die staat op een paar pootjes en wat straks van belang is, is de hoogte waarop die komt te staan. We gaan namelijk voor de ingang van die rookmachine, ik zal de ingang even laten zien, dat is dat ronde gedeelte hiervoor, gaan we een buis plaatsen, niet er tegenaan, maar wel zodanig dat de rook die uit die spuitmond komt, die je daar net zag, in die buis gaat. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb om te beginnen wat, ik heb natuurlijk gemeten, laat dat even voor duidelijk in zijn. Ik heb pootjes gemaakt, extra pootjes voor onder die rookmachine, zodat die wat meer op hoogte komt te staan. Nou, laten we dat even gelijk even gaan doen. Laat ik hem even op hoogte gaan zetten. Even kijken dat we dat ook in beeld brengen. Het is niet zo verschrikkelijk interessant natuurlijk om een beeld te brengen, maar als we dan toch bezig zijn, laten we het dan goed doen. Zo, dat is de eerste. Dat is de tweede. En aan de achterkant natuurlijk hetzelfde. En daarmee komt hij op hoogte te staan. Zo. Nu staat hij op de goede hoogte. Ingesteld. Even kijken of ik dat goed heb. Dat is wel een beetje ongelijk. Waar komt dat door? Geen idee eigenlijk. Oké, nou ja, goed. Dit voldoet in elk geval. Hij staat nu op een goede hoogte. Wat we verder nodig hebben, gaan we gelijk even laten zien, is een grote buis. Een PVC-buis. En daarbovenin, ook dat zie je gelijk al, zitten gaten geboord. Dat gaat straks het rookgordijn verzorgen. Nou moet zo'n pijp, die is natuurlijk rond. Dus als je die gaat neerleggen, dan gaat die rollen. Dus wat heb ik gemaakt? Ik heb vervolgens met mijn 3D printer ontworpen en gemaakt houders waarin die komt te staan. Let niet op de klap die je daar hoorde, dat was een klein onderdeeltje wat viel. In deze houders gaat die worden gelegd en wel zodanig zodat de pijp met de gaten vooraan komt voor de rookmachine. We gaan dat gelijk even doen. Zo. En als we goed kijken, dan zien we dus ook die rookmachine, dat nu die ingang, die zit echt voor die buis, zeg maar. Nog iets voor nodig gehad, aan de andere kant van die pijp moet natuurlijk dicht worden gemaakt, dus daar heb ik een kap voor geprint, zodat die dicht gemaakt kan worden. Want de rook moet niet aan die kant eruit, dan tenminste met effect. Rook moet in de buis en uiteindelijk via die gaten hier naar boven. Nou, dat gaan we zo meteen nog een keer zien hoe dat eruit ziet als we dat gaan gebruiken. Als er mensen zijn die de rookmachine willen huren en die bijvoorbeeld zeg maar zeggen van ik wil dit effect ook erbij hebben, dan kan je dit bij mij erbij huren. Maar in eerste instantie heb ik het voor mezelf gemaakt, want we gaan dit met Halloween gebruiken volgende week zaterdag. Ja, en dan bij de deur inderdaad, om een rookgordijn te leggen bij de deur. Nou, zometeen gaan we het effect nog een keertje zien. Ik hoop dat je het leuk vond. Veel plezier ermee. En tot de volgende keer. Ik zet de STL's niet online.
voor de duidelijkheid. Dit is namelijk zo simpel te ontwerpen. Dit zou je echt ook zelf moeten kunnen. Dus vandaar dat ik het niet online zet. Alvast tot de volgende keer. Bye bye.